een beetje op ruimte hier het negende. Maar wat ik nog wou zeggen, om half twee jaar dat ik weer de derde keer de workshop heb gedaan, aan mijn kant, dus niet aan deze kant. Dus ik liep dan naar binnen en ik was binnen, hoorde ineens die buurman van twee deuren verder. Zei ik dan, ik bleef met die poten van die deur af. En zei hij nog iets van, weet ik veel. Nou, ik denk, jongen, als ik last van lawaai heb, gaat die wel dicht. En dat ga ik nu doen. En nu moet ik even naar de andere kant lopen, want ik ben ook langs willen gaan. Oh, goed met die idee. Er heeft een ontsluitmoordenaar. Ik denk, door wie het zegt. Ja, ik ga niet schelden, hè. Ik denk, dan zal ik het niet horen. En ik kom nu nog thuis, nu ik teken, raak ik dat dicht. Dan heb je niet alleen dat ik al rollen zo ver te rijden. Maar nu heb je 24 uur per dag last van mensen en op zaterdag en zondag van bezoeken met allemaal langskomen en met die deuren slaan. Nou, dat kan ik niet doen. En de buurvrouw. Naast mij, die hoort dat ik niet gestuurd heb, die deur hoort, nou, dit is gewoon dicht.